Wat moet het nou worden, deze jaarwisseling? Moet het worden, het wordt één groot zootje. Ja, denk je? Weet zeker. Nou, oorlog. Wordt het oorlog? Ja, zootje. Ja, ik weet het niet. Het is maar de vraag, hè. Het kan rustig blijven omdat ze respect hebben in verband met de corona. Maar ze kunnen ook denken, het is nu alweer het tweede jaar dat het niet doorgaat. Dus ja, laat het maar weer losgaan. Laten we het niet hopen. Laten we het alsjeblieft rustig houden. Jantje kan er ook niet alles aan doen, hè, Jantje van de gemeente. De burgemeester bedoel ik. Ja. De burgemeester, ja. Zo meneer, u dacht alles wordt verboden. Ik ga maar even een tv kopen voor oudjaarsavond. Ja, klopt. Ja. Normaal staat u met vuurwerk of... Nee, ik sta nooit met vuurwerk eigenlijk. Het gaat zeker uit de hand lopen, want de jongeren gaan illegale vuurwerk lopen gooien. Dat gaan we krijgen. Want niemand gaat stoppen met dat vuurwerk, dat is een traditie. Nou, dan kan je toch niet in één keer zomaar gaan stopzetten, hallo? Ja, alles gaat helemaal chaos worden, denk ik, sowieso. Ja, want ik denk als je alles gaat verbieden, je ziet meestal als ze iets gaan verbieden, dan komt het er meer en juist illegaal. Dus dan denk ik, ja, meer problemen sowieso. Ik ga wel vuurwerk afsteken, ik heb al 2 dozen gekocht. Ja, sorry, dat ben ik. Ik ben langer warm, weet je. Ondanks dat het verboden is. Ondanks dat het verboden is. Ja, tuurlijk, moet toch doorgaan. U bent het niet mee eens, hè? Ik ben niet mee eens. Nou, en dat is het. Nou, ik denk wel dat mensen gewoon sowieso vuurwerk gaan afsteken, want kom maar op. Iedereen doet het, ze blijven het doen, al ga je mensen oppakken. Zoveel, zo grote groepen in één keer, gaat het niet worden. Ik denk dat iedereen een scheid gaat hebben, denk ik. Ik ga er wel met mijn steggetje staan. Er is te weinig politie, er is te weinig handhaving om alles in orde te houden. Want mensen mogen het niet, dus gaan ze daarom gaan ze het illegaal doen. Ja. En jullie zitten een beetje in die leeftijd van de illegale feestjes. Gaan die er ook zijn? Ja, vast ja, wel. Ja, 100%. Denk het wel. Ja, het is wel oud en nieuw, weet je, wil je wel een feest hebben om zeg maar wel te kunnen vieren. Dat wel. Ik denk met coronaregels dat er niet heel veel aan wordt gehouden. Ik denk dat het een combinatie wordt van karbietschieten, vuurwerk afsteken en vreugdevuren op oud en nieuw. Ja. Als protest. Dus alles wat niet mag gaat toch gebeuren? Klopt. Waarschijnlijk. Zeker. En zeker met Den Haag. Ja. Het wordt een zootje. Ja, zeker. Ja. En zijn jullie daar dan ook bij? Nee. Nee, wij houden ons lekker rustig. Zit het nou lekker eigenlijk op zo'n ding met z'n tweeën? Zeker. Voor mij niet. Nee. Jij zit op het puntje, hè, volgens mij. Ja, ik zit een beetje hier op het randje van die stoel. Maar goed, de reden dat je erop zit is niet leuk, denk ik. Oh, nee. Nee, dat is het niet, hoor. Ik heb gewoon geen fiets meer. Ja. Dus ik gebruik dit ding even. Je bent gewoon lui. Sure. Van wie is die dan? Nee, hij is eigenlijk van mijn moeder. Ja. Maar ja, met zoveel boodschappen en geen fiets. En dan moet je terug naar Wateringen. Niet zo'n leuke... Nou, fijne dag. Zelfde. Doei.